ik allemaal, hè. Paard nummer 1. De baan, een mooie rassige paard. Mooie hoofduitdrukking, ook veel behang erop. De hals staat er voldoende verticaal op. Hij mocht wat meer lengte hebben in de nek. In de bouw missen we toch de rug. Daar is hij vrij week. Ook in de bouw een beetje neerwaarts gebouwd. De kruis is voldoende lengte. Beenwerk is voldoende correct gesteld. Ook voldoende hardheid erin. De stap is hij kort, moest je ook meer souplesse tonen. In een draf heeft hij voldoende achterbeengebruik, maar blijft toch wel op een voorhand. Moest meer reizen naar voorhand en iets meer ruimte maken. Vandaag wordt die paard opgenomen in het stamboek, zonder premie. Horse number one, nice racial type, nice noble head, also a lot of manes. The length of the pole of the neck could have more length. The conformation we like to see stronger in the back. He's also a little bit built downhill. The length of the croup is good. The quality of the leg is good. The straightness is sufficient. The walk, we should like to see more length and also more power. In a trot, he is powerful enough. We like to see more length in the passes and going more uphill. So we take this horse in the stud book. Thank you. Thank you.
Goed zo. Klaar hoor. Paard nummer 2. Een paard met een mooie lange hals erop. De hoofduitdrukking hadden we graag iets edeler gezien. De bouw is een grootramige merrie. Ook in de rug hadden we hem graag sterker gezien. Wel goede lengte in kruis. Beenwerk voldoende rechtgesteld. Dus iets toontredend van voor. Ook de hardheid hadden we graag iets harder gezien. De stap is... voldoende ruim, maar we missen toch de kracht en de souplesse. De draf is die wel wat lichtvoetig, maar dan moet je ook het achterbeen meer onder het lichaam treden en iets meer ruimte maken. Gezien het totaalbeeld wordt dit opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 2 has a nice long neck. The head could be nobler. Confirmation, he is has the long line, the back could be stronger, the leg, the straightness is sufficient, the quality could be cleaner, the walk is room enough, but he's lacking the power and the suppleness, the trot is light-feeded, but we like to see the bring his hind leg more under the body and have more reach and more suppleness in the body. So we take this one in the stud book without premium. Thank you. Yeah. It's 166 and the height of the widders of number 1 is 162. Thank you.
Paard nummer 3. Paard met mooie verticale hals. We hadden graag iets meer lengte gezien. Hoofduitdrukking kon nog iets edeler. In de bouw heeft hij wel lang schouder, ook een lang kruis. Maar we zouden hem graag sterker de verbindingen zien. Ook de rugvorm hadden we graag sterker gezien. Ruglende. Het kruis is ook wat hellend. Beenwerk is voldoende hardheid. Is wel week gekoot. Ook de rechtgesteldheid en voorbeen komt correcter. De stap heeft hij voldoende ruimte, voldoende souplesse. En een draf mist hij vandaag de regelmaat. En gezien de draf wordt het ook geen opname. Number 3. He has a nice outstanding neck, could have a little bit more length. The head could be a little bit nobler. The conformation, he has a good long shoulder or good length in the croup. We like to see stronger in the top line, especially in the loins. The croup is also a little bit sloping. The quality of the leg is good. The straightness in the forelegs could be better. Also, he's very weak in the pastern. The walk is a good reach, powerful enough, but in the trot he miss regularity, so we cannot take him in a stirbuck today. Thank you.
Best, yeah? Paard nummer 4, paard dat goed een rastype staat, een mooie gevormde hals heeft. Het hoofd is voldoende edel. Een bouw evenredig gebouwd, ook goed belijnd. Kon iets meer lengte hebben voorbeen. Het beenwerk is voldoende hard. Rechtgesteldheid in het voorbeen kon correcter. De stap hebben we hem even de kans gegeven dat hij zich ontspant. Hij was een beetje kort en wat gespannen. Achteraf krijgt hij voldoende tred erin. De draf waardeert het paard zich op. Maakt hij een mooie houding. Heeft hij een sterk achterbeen. Kon het voorbeen nog net iets meer uitleggen. Maar heeft veel balans. Heel makkelijk schakelend. Gezien zijn goede bouwen, rastype en vooral zijn hele goede draf wordt dit opname met stamboek ster tweede premie. Number 4 is a horse that is a good racial type, nice shaped neck. The head is noble enough. The conformation is good built, but good muscled. The leg hardness is good. The straightness in the foreleg could be better. The walk, he was a little bit tensed. And also a little bit short, but when he relaxed, he gets more reach and also good cadence. The trot was very good, good hind leg, good going uphill and a lot of balance. So for good racial type conformation and especially good trot, we will take this one in the stud book, a star with a second premium. Thank you.
Lekker zwom, hè? Oh, pop mij aan. Goed zo. Bij de kant bij. Zo, goed zo. Paard nummer 5. Paard met veel rasuitstraling, een goed gevormde hals, ook een voldoende edel hoofd. De nek kon iets meer lengte hebben en de bouw heeft een sterke bovenlijn. Is voldoende lengte in het lijf, kon iets hoogbeniger zijn. De kwaliteit van het beenwerk, de rechtgesteldheid in de voorbenen kon een correcter. Ook hij is heel week gekoord. De stap heeft hij voldoende lengte, maar moest hij de kracht en de souplesse. Ten draf heeft hij wel voldoende vermogen in de achterhand. Maar we zien graag iets meer ruimte maken en iets meer souplesse tonen. Daardoor zou hij meer in balans komen. Een mooi rassig paard, maar miste toch een beetje kwaliteit in het beenwerk en de stap. Vandaag wordt het opgenomen in het stamboek zonder premie. De stokmaat is 1,58 meter. Nummer 5 is een nice racial type. Nice shape of the neck, also outstanding. The head is noble enough. The conformation is a strong backline. The length of his body is good. Could be a little bit more length in the legs. The quality of the legs, we like to see more straightness in the front leg. He's also very weak in the pastern. The walk, the reach is sufficient, but lacking the suppleness and the power. In the trot, he is powerful enough, but he should show more balance and more suppleness in his body. So we take this one in the stud book without premium. Thank you.
dat is het probleem, dat kijk ik dan wel door. Paard nummer 6, paard dat goed in het rastype staat, goede verticale hals erop heeft. Het hoofd kon iets meer edeler zijn, met name in het oog, iets royaler oog. Is sterk gebouwd, goede bovenlijn erin, ook evenredig gebouwd. Beenwerk is voldoende hardheid, het voorbeen kon iets rechter gesteld zijn. Paard stapt vlot, ook heel actief en veel tred erin. Een draf gaat hij mooi opwaarts, heeft veel kracht in het achterbeen. Kan ook makkelijk schakelen. We hebben even de correctie in het voorbeen nog bekeken. Voor een eerste premie is dat toch een bemerking, maar de paard wordt opgenomen en sterk met een tweede premie. Number 6 is a good racial type, knife of standing neck. The head is noble enough. Also conformation, a strong upper line. Also good musculated. The legs, the quality of hardness is good. The straightness in the foreleg could be better. He has a very good walk, a good reach, powerful, also good cadence. The trot also powerful, going uphill and bringing his hand leg out of the body. So for make this stud book a star with the second premie.
The height of the ridges is 160. Thank you. Dat er een mooie nieuw stap. Daar achterheen. Ja. En dat linkse die. Zelf voorop brengen. Zelf erop brengen. Zelf erop brengen. Goed zo. Dan richt je zelf wat vrij. Oh.
Paard nummer 7. Een royaal langgelijnde merrie. Een lange hals erop, hoofdvoldoende uitdrukking. De beenwerk, voldoende hardheid. De rechtsgesteldheid kon ook in het voorbind beter zijn. We hebben problemen met de bouw van het rechterachtersprong. De stap hadden we ook iets meer kracht willen zien en meer regelmaat en draf. Heeft hij wel goed gebruik van het achterbeen, maar hij zet het voorbeen niet weg. Gezien zijn bouw van het sprong kunnen we deze vandaag niet opnemen. Nummer 7, long lined horse, long neck, the head is noble enough, also long legs, good body line, the quality of the legs, the hardness is good, the straightness in the forelegs could be better, but the conformation of the hock is not good enough for entering stud book, the walk could have more power, more regularity. The trot, the use of the hind leg is good, but the front leg should be have more reach and also more balance because of the quality of the legs and no entry in the stud book. Thank you. The height of the widders is 170.
Paard nummer 9. Paard dat voldoende in het rastype staat, voldoende edel hoofd heeft. De hals kon iets meer lengte hebben. De bouw evenredig gebouwd, goede bovenlijn, vooral in de sterk in de lendenpartij. Beenwerk voldoende hardheid. Hadden graag wat royalere hoeven gezien. De stap heeft voldoende ruimte. Kon hij iets meer sprong gebruiken en iets meer afdruk tonen. En een draf maakt hij een goede houding. Loopt hij op de goede manier. We hadden graag nog iets meer ruimte in willen zien. En iets meer souplesse. Gezien zijn goede draf en een goede bouw wordt het opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 9. Sufficient in the racial type, the head is noble enough, the length of the neck could be better. Confirmation in a good top line, the shoulder is a little bit steep. The leg is sufficient hard and clean, the hooves could be bigger. The walk is a good reach, but we like to see more power, more bending from the hind leg. The trot, he has a nice going uphill, but we like to see more reach and more suppleness. So we take this one in a stud book with a third premie. De hoogtemaat is 1,63 meter. The height of the riders is 163. Thank you. Thank you.
Super! Heel best hoor! Paard nummer 10, paard dat goed in het rastype staat, de hals staat er verticaal geplaatst, ook voldoende hoofduitdrukking. De bouw evenredig gebouwd, goede bovenlijn erin, schouderke is wel wat stijl gesteld. Beenwerk, de rechtstel in de voorbenen is iets Frans gesteld, de hardheid is voldoende. De stap, daar heeft u toch wel moeite voor de goede regelmaat vast te houden. En daar blijft hij voorzichtig in. Dus draf loopt hij heel mooi opwaarts. Goed achterbeengebruik. Een heel goede presentatie in een draf. Maar gezien zijn stap, dus dat vandaag de beperkende factor, wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 10. Good racial type. Nice outstanding neck. The head is noble enough. Confirmation. A good top line. Also a good body line. The legs, the hardness is good enough, sufficient. The straightness is a little bit towing out. The walk, he has troubles to keep the good regularity. The trot is very good, nice going uphill. Good use of the hind leg and a good reach in the front leg. Because the walk is that keeps him from the start today. So we take him in stud book with a third premie. Thank you. The height of the ridders is 162, hoogtemaat is 1,62 meter.
Paard nummer 11, paard dat goed in het rastype staat, mooie verticale hals erop heeft, ook edel hoofd, is ietsje zwaar in de hals. Paard dat lang gelijnd is, een sterke bovenlijn erin heeft. Beenwerk is rechtgesteld, is wel gehoekt in de achterbeen, ook iets grof in de achterbeen. Hij stapt met ruimte, voldoende kracht erin, een draf, heeft hij heel goed gebruik van de achterbeen, gaat mooi opwaarts, kan makkelijk schakelen. Vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek, sterk met een tweede premie.
Voor de eerste premie moet hij net een beenwerk, de gehoektheid belemmert er daarvoor. Horse nummer 11, good racial type, nice offstanding neck, nice noble head, a little bit heavy in the neck. Confirmation, long line, good upper line, strong upper line. The legs, the straightness is good, the sickle hocked in the hind leg. The walk is a good reach, also powerful enough. The trot has a good way of moving, going uphill, strong in the hind leg. This one taken in the stud book, star with the second premium. Thank you.
paard nummer 12. Paard met een hele lange hals. Komt hem iets verticaler op hebben staan. Staat er iets voor. Voldoende edel in het hoofd. Ook een paard met voldoende lengte in het lijf. Goede bovenlijn erin. Kruis kon misschien iets meer lengte hebben. Ook lengte in de benen. De benen is voldoende hardheid. Voor fractie een week gekoot. Stap heeft hij voldoende ruimte. Dan mocht hij iets meer souplesse hebben. Iets meer doortreden. En in de draf heeft hij wel veel ruimte. Heeft hij ook voldoende souplesse erin. Kon hij niet iets meer reizen in de voorhand. Door zijn ruimte blijft hij wat lang. En dan heeft hij wel moeite voor het rund te klimmen. Maar wel sterk van achteren uit. Dit paard wordt opgenomen in Stamboek Ster met een tweede premie. Horse nummer 12. Good racial tight, nice, long neck. Sufficient in the head. Confirmation, a long line, good upper line. The croup could be a little bit longer. The quality of this leg is clean. Also, the straightness is sufficient. A little bit weak in the person for the walk. The reach is good enough. Could have more suppleness. The trot has a very good reach, also power from behind, but could go a little bit more uphill. So we take this one in the studbook star with a second premium. The height of the ridders is 166. Hoogtemaat is 166.
paard nummer 13. Een paard dat goed in het rastype staat. Veel luxe uitstraling heeft. In fractie zwaar in de hoofd-nekverbinding. Mooi correct gebouwd. Lang gelijnd, goed schouder in, goede bovenlijn. Ook de ligging van het kruis is gewenst. Veel lengte erin. Beenwerk is rechtgesteld. Ook voldoende hardheid erin. De stap was een beetje een punt van aandacht. Daar mist hij toch een beetje de ruimte. Kon hij net iets meer doortreden. De draf heeft hij wel een goede manier. Gaat hij opwaarts. We hadden hem graag iets meer zien doortreden in het achterbeen. Maar technisch loop je wel op een goede manier. Kon ook net iets fractiekrachter. Hij compenseert een bouwend type. Voldoende voor zijn stap. Dus daarom wordt hij opgenomen. In het stamboek en sterverklaar met een tweede premie. De hoogtemaat is 1,66 meter. Nummer 13, nice racial type, lots of luxury. Nice noble head, a little bit heavy in the head-neck connection. Very good conformation, nice long sloping shoulder, good backline. Also good long croup. The legs are straight and clean enough. The walk, he stays a little bit short, could have more suppleness. The trot, he's going nicely uphill, could have bringing a hind leg a little bit under. This one taken in the studbook star with the second premie. The height of the withers is 166. Thank you.
naar beneden en doorstappen. Oh ja. Paard nummer 14, paard met een edel hoofd, ook een lengte in de hals. De hals kon in de bovenlijn iets meer bespierd zijn. Paard voldoende lengte in het lichaam, schouder ligt er goed in. En ook de bovenlijn kon net iets meer bespierd zijn. Goede romprichting, beenwerk, heeft wel hardheid in de benen. Ietsjes gehoekt in het achterbeen, ook royale hoeven erin. De stap... In het begin was hij een beetje terughoudend. Dan had hij wat moeite voor de goede ritme te krijgen. Na het draven dan vindt hij de ontspanning en dan komt er wel wat ruimte en takt in. Een draf heeft een goede manier. Veel techniek in de benen. Mooi opwaarts. In totaliteit wordt dit paard opgenomen. Stamboekster met een tweede premie. De hoogtemaat is 1,66 meter. Horse number 14, good racial type, noble head, long neck, could be more musculated in the top of the neck. Conformation, good shoulder, good body line. We like to see more musculation in the top line. The quality of the leg, is, the straightness is sufficient. Also the hardness, a clean and hard leg, a little bit sickled hocked. The walk, in the beginning he was a little bit short and also could have more power, but after the trot, when he relaxed, he get a good rhythm, so it was efficient. The trot has a good technique, a lot of bending in the joints, also going uphill. That's very good. So we take this one in the stud book star with the second preem. The height of the witness is 166. Thank you.
Paard nummer 15, paard dat goed in trastype staat, mooi edel, klein hoofd erop heeft, ook goede halsvorm. En de bouw is hier neerwaarts gebouwd, ook het kruis is wat vrij hellend, heeft voldoende lengte in het lijf. Beenwerk is rechtgesteld, ook voldoende hardheid erin, een fractie gehoekt in het achterbeen. En stap heeft hij voldoende ruimte, ook voldoende kracht en lossigheid in de beweging. Een draf heeft hij ook wel ruimte en voldoende kracht. Maar moeten we zien hem toch graag iets meer in verbinding lopen. Hij blijft een beetje op de voorhand lopen. In totaliteit wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse number 15. Nice racial type. Nice noble head. Also small head. Good offstanding neck. Conformation. He is built downhill. Has enough length in the body. The croup is sloping. The quality of the leg, the straightness is good, also is clean in the legs, a little bit sickle hock. The walk has a good reach, powerful enough, also enough suppleness. The trot, also good reach, also powerful enough, but we'd like to see him more going uphill. He stays a little bit downhill on the forehand, so we take this one in the stud book with a top third premium. The height of the width is 163, hoogtemaat is 1,63 meter.
Paard nummer 17, paard rastype, mist u wat de uitstraling, vooral met name het hoofd, ook de hals staat er iets horizontaal voor. Bouw heeft een goede bovenlijn, het kruis kon iets meer lengte hebben. Beenwerk is qua hardheid goed, is wel heel gehoekt in het achterbeen, ook iets toontredend in het voorbeen. De stap heeft in het begin iets moeite, is wat zoekend. Als hij zich ontspant, dan krijgt hij wel wat takt en ruimte erin. Een draf waardeert deze merrie zich wel op. Gaat hij reizen naar voorhand, heeft hij ook sterk in de achterbeen. Is iets traag in de achterbeen. Gezien zijn goede draf wordt het vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. De hoogtemaat is 1,66 meter. Horse nummer 17. Like to see a little bit more luxury in a racial type. The head could be nobler. The neck is long enough, but a little bit horizontal. The conformation, a good top line. Could have a little bit more length in the croup. Quality of the leg is cleanness is good. It's a clean leg work. A little is very sickled hocked in the hind leg. The walk, when he relaxes, he gets a good rhythm and enough length. The trot is powerful from behind, also going uphill, a little bit slow in the hind leg. For his good trot, he becomes a stud book with a third premium today. The height of the withers is 166. Thank you.
Paard nummer 18, paard een luxe uitstraling, mooi hoofdje erop, ook front erop. En de bouw, voldoende evenredig gebouwd, de lendeaansluiting kon wel iets sterker zijn. Goede romprichting in, beenwerk heeft veel hardheid in. In de achterbenen is hij iets nauw, ook het voorbeen is hij iets te onttrainend. De stap is voldoende ruimte, is een beetje afgepast, maar voldoende krachtig. Draf heeft hij ook een goede techniek erin. Goed achterbeengebruik. Klimt er ook mooi in. Gezien zijn goede type en een goede draf wordt hij vandaag opgenomen in stamboek en stermen in tweede premie. Hoogtemaat is 1,61 meter. Horse nummer 18. Nice racial type. Luxury type. Noble head. Confirmation. Good body line. De connection with the loins could be a little bit stronger. The quality of the legs is a clean, hard legs, a little bit narrow in the behind leg. The walk, the reach is good, could be a little bit more powerful. The trot has a good technique, good bending in the hind leg going uphill, good suspension. So we take this one in the studbook star with the second premium. The height of the withers is 161. Thank you.
paard nummer 19. Hoogtemaat is 1,67 meter. Rastype, een goede verticale hals. Het hoofd is een beetje lang. De bouw heeft wel lengte in het lijf, maar in de aansluitingen kon hij net wat karakter. Een beetje naar voren op een voorhand gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De rechtgesteldheid in de benen komen wel wat karakter. De stap heeft hij wel wat ruimte erin, tred erin, ook voldoende kracht. En de draf waardeert het paard zich op. Hij heeft heel veel vermogen. Heel makkelijk schakelend. Ook een goede ruimte erin. Gezien zijn goede draf en stap wordt dit opgenomen in het stamboek. Een ster met een tweede premie. Nummer 19. Racial type. The good outstanding neck. The head is long. The conformation is lengthened body, but could be stronger in the connections. More fluent build. He's also built a little bit downhill. The quality of the legs is sufficient. He could be a little bit more straight in the front legs and a little bit sickle hock than the hind leg. The walk had a good rhythm. Reach is good enough. The trot has lots of power. Good suspension, also good balance because of his good movements. Become this star with the second premium. The height of the withers is 167.
Goedemiddag, we hebben het eerste paard alweer gekeurd. Nummer 21 in de baan, een hoogtemaat van 1,62 meter. Het paard kon wat meer rasuitstraling tonen. Het hoofd is een beetje lang, kon ook iets meer oprichting hebben. Het hals is ietsje horizontaal. De bouw, de bovenlijn is voldoende sterk. Ook hij heeft voldoende lengte in het lijf. Hij is wel neerwaarts gebouwd. Een beetje meer lengte in het voorbeen zou hem niet meer staan. Beenwerk is voldoende hardheid erin. De correctheid in de voorbenen kon iets correcter zijn. De stap heeft een goede takt erin, ook voldoende ruimte. De draf heeft de achterbeen gebruikt voldoende kracht. We hadden hem toch graag iets meer opwaarts zien lopen. Hij blijft een beetje op de voorhand. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 21. The horse could have more racial type. It's a little bit long in the head. The neck could be also a little bit more vertical. The conformation is a strong upper line. He's built a little bit downhill. We like to see more length in the front leg. The quality of the legs, the quality is clean. The straightness in the front leg could be better. The walk is a good rhythm, reach enough, also powerful enough. The trot, powerful enough from behind, but he stays too much on the forehand. He should go more uphill. So we take this one in the stud book. Thank you.
naar de loopbetelling, hè? Paard nummer 22, paard dat heel veel rasuitstraling toont, mooie edele hoofd erop heeft, ook goed gevormde hals, kon misschien iets langer meer lengte hebben in de hals. En de bouw goed gebouwd, goede bovenlijn, ook mooi evenredig gebouwd, goede romprichtingen, dus weinig opmerkingen, dus mooi gebouwd, goed gebouwd. Beenwerk, veel hardheid, een fractie gehoekt in de achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte. Ook voldoende takt, we hadden hem graag iets actiever, iets meer zien doortreden. De draf laat hij wel goed zien, komt hij mooi van de vloer, heeft hij technisch loopt hij heel goed, mooi opwaarts. Veel techniek in de benen, zien zijn goede rastype en bouw en draf wordt het stamboek ster met een eerste premie. Horse nummer 22, the nice racial type, noble head. Good shape of the neck, also very good conformation, good top line, he's with a good body line, it's length in his body, the quality of the leg just is very good, high quality, a little bit sickle hogged in the hind leg. The walk, we like to see a little bit more activity, also get a little bit more power. And the trot, he has a nice way of moving, going uphill, light feet, a lot of suspension and a good reach. So overall, the star with the first premium. The height of the withers is 165. Thank you.
Paard nummer 23, paard dat mooie halsvorm heeft, ook ver kaal gesteld. Hoofd heeft voldoende uitdrukking. De bouw heeft die voldoende lengte, ook een goede kruisligging. Kon iets, qua romprichting is hij iets neerwaarts, mocht wat meer lengte in het voorbeen hebben. Beenwerk is, heeft veel hardheid, is een fractie gehoekt in het achterbeen. De stap laat hij veel ruimte zien, ook makkelijk stappend, goede takt erin. Wordeert hij zich op in een draf, heeft hij ook veel ruimte en kracht. Kon daar iets meer reizen in de voorhand nog. Maar gezien zijn goede beweging wordt het paard opgenomen. Stamboek ster met een tweede premie. De hoogtemaat is 1,57 meter. Horse nummer 23. Good racial type. Nice off-standing neck. The head is noble enough. The confirmation, he has a good group, length and a good angle. The body is a little bit downhill. The quality of the legs is hard, a good quality, a little bit sickle hocked. The straightness is good. The walk is very good, good reach, good power, good rhythm. The trot has also a lot of power and a good reach. We like to see him go a little bit more uphill because of his good movement. Becomes a star stud book with a second premie. Thank you.
Paard nummer 24 heeft een hoogtemaat van 1,64 meter. Rastype, heeft wel een lange hals. Kon iets verticaler, de hals is er wat naar voren. Het hoofd heeft voldoende uitdrukking. De bouw, voldoende lengte in het lijf. Een beetje neerwaarts gebouwd. Het kruis is ook een beetje rond. Beenwerk, waar ik graag iets meer kwaliteit gezien in spronggewrichten. De stap heeft hij wel moeite met de takt, ook met het doortreden. De draf waardeert hij zich wel op, heeft hij goed achterbeengebruik. Hadden we hem graag toch iets meer zien reizen naar voorhand. Hij blijft een beetje op de voorhand lopen, maar heeft wel goede techniek in de benen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse nummer 24, the racial type, has a long neck, could be a little bit more vertical. The head is noble enough. The conformation, he has a good length in the body, a little bit built downhill. We like to see more length in the front leg. The quality of the legs, we like to see a little bit more quality in the hind legs. The straightness is good enough. The walk, lacking the power and the rhythm. The trot has a good technique in the legs, but could have go more uphill. So we take this one in a stud book with no premium. Thank you.
Zo. Paard nummer 25. Paard dat goed in trastype staat, goed gevormde hals. Het hoofd kon een fractie luxer zijn. Paard dat degelijk en sterk gebouwd is. Hele degelijke bovenlijn erin heeft. Hoog lengte in het lijf. Mooi hoogbenig. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit. Is een fractie gehoekt in het voorbeen. De rechtgesteldheid in het voorbeen is voldoende. De stap, een goede tak erin. Voldoende ruimte. Ook voldoende lossigheid en draf heeft hij ook veel ruimte erin. Mooi krachtig achterbeen, een goede balans. Totaliteit komen we de paard ster met een eerste premie. Hoogtemaat is 1,64 meter. Horse nummer 25, good racial type, nice shaped neck, also vertical. The head is noble enough. He's very strong in the conformation, good top line, also long legs and a good... length in the body, the quality of the legs is hard, lots of quality, a little bit sickled hock, the straightness is sufficient. The walk had a good rhythm, good reach, also the trot, a lot power from behind and a good balance and a good reach. So overall, stomach stir with the first premie. The height of the withers is 164. Thank you.
Ciao. Maci de işte. Gitti şuna. Paard nummer 26. Paard is 21 jaar oud, dus heeft zich goed bewaard. Staat ook goed in trastype. Royale voorhand. Heeft ook een rijke conditie, maar gezien dat er een veul aan de voet is, is dat ook goed voor het veulen. De bouw is wel iets neerwaarts, heeft voldoende lengte in het lichaam. Het kruisen voldoende lang, iets hellend. Beenwerk hadden we graag in de achterbeen toch iets meer kwaliteit gezien. De stap heeft voldoende ruimte, maar moet iets meer afdruk, iets meer tred. En ook soms iets meer regelmaat tonen. De draf blijft hij ook een beetje op een voorhand, een beetje duwend in de beweging. Mary, gezien zijn leeftijd, heeft zich goed bewaard. Maar voor een premie moeten de bewegingen toch iets overtuigender zijn. Dus vandaag geen premie. Horse nummer 26, 21 years old. So he's in a good condition for his age. Nice racial type, nice off-standing neck, noble head. Conformation is a good lengthening of the body. Also the top line is good. The quality of the legs and the hind leg, we like to see more quality. The walk, the reach is sufficient. We like to see more power and also more, sometimes more regularity. The trot is reach enough, but he stays too much on the forehand. So bring a hind leg more under the body because of the movements. Today, no premium. Thank you.
Paard nummer 27, mooi rassig paard, mooi edel hoofd erop, goede halsvorm, veel behang. De bouw, goede schouder. De lendenpartij kon iets sterker zijn. Kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk is recht in het achterbeen, kon nog iets meer hardheid tonen. De stap missen we de kracht en de souplesse. De draf heeft hij wel voldoende ruimte. Moest hij iets meer kracht en iets meer ondertredend achterbeen. Gezien zijn beweging komen we vandaag niet tot premiering. Dus geen premie vandaag. Number 27. Nice racial type. Noble head. Also good shape of the neck. Long manes. Confirmation. Good shoulder. The back is strong enough. The loins could be a little bit stronger. The croup is length enough, but a little bit sloping. The quality of the legs is straight in the hind leg. Could have a little bit more quality in the hind legs. The walk could have more power and more suppleness. The trot, good reach, but we like to see more power from behind, more bringing the hind leg under the body. So today, no preemie. Thank you.
Nummer 29, paard dat voldoende rastype staat, mooie lange hals. Het hoofd kon iets edeler, iets meer uitstraling hebben. Verder correct gebouwd, goede bovenlijn in, goede ligging van de kruis. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, hadden graag iets meer hardheid gezien. Ook iets recht in de achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar hadden we graag iets meer kracht, iets meer spronggebruik gezien. Ook iets meer activiteit. In een draf waardeert hij zich wel op. Komt hij wel van de vloer, heeft hij goede buiging in de gewrichten. Gezien zijn goede bouw en draf krijgt hij vandaag een derde premie. Horse nummer 29. Racial type is sufficient. A nice shaped neck. The head could be a little more noble. The conformation, a good top line. Also the croup, a nice croup. Good length and a good angle. The quality of the legs is sufficient. We'd like to see a little bit more hardness in the hind legs. The hind legs are also a little bit straight. The walk, the reach is sufficient. We'd like to see more bending in the hocks and also more powerful, bringing the hind leg under the body and a little bit more of suppleness. The trot is nice, is light feeded, good suspension and also good going uphill. Because of the good conformation and the trot, he gets a third premie. Thank you.
Paard nummer 30, paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, ook een mooi hoofd erop heeft. De bouw, hoogbenig, goede romprichting. De lende kruisaansluitingen hadden we graag sterker gezien. Het beenwerk is gehoekt in het achterbeen. Ook links spronggewricht had hij meer kwaliteit moeten hebben. De stap heeft wat moeite met de takt, voldoende ruim. De draf heeft hij ook wel ruimte, heeft hij wel wat houding, maar het achterbeen moet meer onder het lichaam komen, moet meer draging tonen. In totaliteit wordt hij vandaag niet geprimeerd. Nummer 30, good racial type, nice forehand, nice outstanding neck, the conformation, good body line, also long legs. The loins group connection could be stronger. The quality in the hind legs, the left hind leg, we like to see more quality. It's also a little bit sickle hocked in the hind leg. The walk, the reach is good, but we should have more, a better rhythm. The trot is a good length of passes, powerful enough, but we like to see the hind leg come more under the body so he can carry his body more. So today, overall, no preemie. Thank you.
Eerste vulle boekhengst voor Ster, de nummer 32. Paard dat heel goed in het rastype staat, een mooie royale voorhand heeft, goed gevormde hals, veel rasuitstraling. De bouw, een goede romprichting, de rug kon iets sterker zijn. Kruig is goed van lengte, is iets ronde broek. Beenwerk, de rechtgesteldheid in de voorbenen kon iets correcter. Het achterbeen is ook gehoekt. Hadden we ook graag iets meer kwaliteit in gezien in de achterbenen. De stap heeft wel voldoende ruimte. Maar moest je iets meer kracht en iets meer doortreden. De draf waardeert hij zich wel wat op. Heeft hij een goed achterbeen gebruikt, maakt hij wel houding. Voorbeen blijft hij een beetje stekerig. In totaliteit voor Ster mist hij in het beenwerk en de stap toch iets. Dus vandaag geen Ster. Horse number 32, very nice racial type, nice forehand, nice shaped neck, also noble head. The conformation, good body line, the back could be stronger. The quality of the legs, we like to see more quality in the hind leg. It's also a sickle-hocked hind leg. The straightness in the foreleg could also be a little bit better. The walk, the reach is sufficient, but we like to see more power and more rhythm. The trot has a good way of trotting, nice going uphill, good bending in the hock. The foreleg should have more reach. So today, no star because of the quality of the leg and the walk. Thank you.
Nummer 33, paard dat goed in trastype staat, mooie royale voorhand, ook een luxe hoofdje erop heeft. De bouw, goede romprichting, sterke bovenlijn. Beenwerk is iets gehoekt in de achterbeen, ook voldoende droog. De stap is dus ietsjes gehaast, ook iets, hadden we graag iets meer spongebruik gezien, voldoende tak erin. De draf waardeert hij zich ook. Op, maakt die goede houding, komt hij mooi van de vloer ook opwaarts. Sterk achterbeen, kon een fractie sneller in de achterbeen zijn. Maar gezien zijn goede type en draf wordt hij vandaag sterverklaard. Nummer 33, nice racial type, nice forehand, nice shaped neck, also noble head. Good conformation, good body line. Strong top line, the quality of the legs is sufficient, a little bit sickle hog in the hind leg, the trot, the reach is good enough, we like to see more power from behind, a little bit more bending in the hocks. The trot is a nice way of trotting, going uphill, coming from the floor, had a lot of flotation, strong from behind, a little bit slow in the hind leg, but strong. So for a good racial type and trot, we make this one star today. Dit was het laatste paard van de keuring. We hebben vandaag twee eerste premiepaarden. En die gaan nog een tweede bezichtiging krijgen. Daar gaan we nu naar kijken.
Ja. Oké, we hebben paard nummer 22 en 25 beide met eerste premie. We hebben een tweede bezichtiging gehouden. We nemen onze bevindingen mee. Als later blijkt dat ze op een centrale keuring kunnen ze zich nog eens een keer presenteren als deze doorgaat. Dus ik denk dat we hier een goede kwaliteit hadden vandaag. Een groot aantal paarden, ook met beste bewegingen, ook goed in type staande paarden. Dus ik dank mijn collega's Piet Bergsma en Esther Reen voor de leuke samenwerking. En ook de familie Okkema voor de goede gastvrijheid en het goed presenteren van de paarden. For the brewers abroad, I think we had a nice day, good quality of horses. We'd like to thank the family Okkema for the hospitality at this curing. And see you next week. Wednesday we have a curing again. So see you then. Thank you.